Maar ben jij? Wat een prachtig terror! Aangezonden aanval! Dit is zo ongelooflijk mooi! Wat een schitterende aanval! Akla die toch zo mooi. Oh, wat een prachtig doelpunt! Ja hoor, hupsa! Christian van de Kamp! Kopballetje van Maurice de Ruiter! Ja! De binnenkant van de paal! Dikkie terug van Maurice de Ruiter en Jassie Koert met een... Ja, hoppa! De 3-0! Christian van de Kamp vanuit de rebound. En daar misschien een kans. Ja! Het is toch niet te geloven! Mike Arens! Hij heeft het me beloofd! 2-1! Het is ongelooflijk! Alleen op het doel af. Hij geeft dik die bal voor en daar komt de 2-0 af! Ja! Ali Akla! Wat een prachtige aanval van DVS 33! Liberté! Dames en heren, DVS TV-kijkers, maar natuurlijk ook allerlei fans en jeugd en van alles en nog wat. Vandaag de laatste thuiswedstrijd in deze competitie in de hoofdklasse C. En dat is niet de minste thuiswedstrijd, dat is DVS 33 tegen Harkemaanse Boys. Harkemaanse Boys, wat voor ploeg is dat? Ja, lastige. Nou ja, we hebben het vorige keer slecht gedaan tegen hun. Ze hebben een goede ploeg, er lopen goede spelers in. Ze krijgen er volgens mij met de winterstop kregen ze er nog het een en ander bij van Cambuur af. Dus ze zijn niet minder geworden, neem ik aan. Ze hebben wel wat problemen achterin. Maar ja, het is toch zaak voor ons om ons ding te doen. En dat zou ook tegen Harkema moeten kunnen. Ja. En jullie ding is? Ja, gast erop, vol naar voren en op onze manier. We spelen thuis, ons publiek, onze ballen, nou noem het allemaal maar. Dus eigenlijk hebben we ook maar één manier. Ja. Er staan bij Harkema wel andere poppetjes dan in de heenwedstrijd. Ja, nou ja, kijk, hun zitten nog in de beker en dat is natuurlijk prachtig. Maar dat heeft wel wat probleempjes opgebracht. Maar ja, dat is inderdaad hun probleem. En Jan Flap is natuurlijk ook enorm bezig om jullie zand in de ogen te strooien. Zo van, ons interesseert eigenlijk alleen de beker, want we zijn uitgevoetbald voor het kampioenschap. Ik ken hem een beetje, dus we weten hoe die in elkaar steekt. Die zullen volle bak spelen. En nogmaals, wij zullen zelf ons ding moeten doen. En dan kijken we over 90 minuten wel hoe we erop staan. Selectie een beetje fit? Ja, wel wat jongens met wat kleine pijntjes. En er is van de week wel het een en ander opgelapt. In principe kunnen we starten zoals we het voor ogen hadden. Jerel Poot op de rechtsachterpositie? Ja, heeft hij vaker gespeeld. Die jongen heeft er alles aan gedaan om snel fit te zijn. Dat levert hem dan deze plek op. Wat wordt de einduitslag eigenlijk, Jan? Maakt mij niet uit als we er maar eentje meer maken. Doe je het voor 4-3 voor DVS? 8-5, 6-1, 2-0, 1-0. Het is allemaal goed, joh. Ja, oké. Jan, heel veel succes, joh. Naast mij de succesvolle trainer van Harkemaanse Boys, dat mag ik wel zeggen, succesvol. Dronten brengt hij een klasse hoger. ONS Sneek, daar kennen we hem natuurlijk allemaal nog van hier. Heb je ook heroïsche gevechten mee gehad met DVS. Het gaat lekker met je en nu de finale in de beker. Nog gefeliciteerd, Jan. Ja, wij hebben tot vorige week deden we natuurlijk overal nog aan mee. En daar hebben we helaas bij Excelsior niet thuis gegeven. En anders speel je helemaal ergens voor. En dat, nu zit je in, hoe heet het zo mooi, een wachtkamer. Ja, precies. Maar jij bent wel een trainer die iedereen zand in de ogen strooit. En zegt van, het gaat, voor de beker is voor ons belangrijk. En de competitie absoluut niet. Maar daar trappen we natuurlijk niet meer in, hè Jan? Nee, maar het is wel zo dat de eerstvolgende wedstrijd is belangrijk. En dat was na Excelsior was dat de beker. En ook om de druk eraf te halen. Ik bedoel, je staat gewoon niks meer in eigen hand. Alleen wij gaan hier vandaag niet heen om DVS 3 punten zo te geven. En zorgen dat wij hier zonder kaart en blessures wegkomen. Nee, wij zullen vandaag echt wel alles doen om hier het maximaal eruit te halen. En dat zou je ook wel zien aan het fanatisme. Oké, jij kent ongetwijfeld de uitdrukking. De winnaar heeft een plan, de verliezer een excuus. Hij is van Lammerts, die bondscoach van de hockeyers, van hockeysters. Ja. Die hele succesvolle, weet je wel. Ja. Wat is na afloop jouw excuus? Ik heb geen excuus. We hebben een plan opgesteld, net zoals vorige week. En achteraf, wij hebben in Friesland een uitspraak een koene kont kijken. Ja. Nou, dat is over hetzelfde. Maar daar moet je nooit problemen mee hebben. Je neemt een beslissing van wat je wil en hoe je het wil doen. En dan probeer je zo goed mogelijk uit te voeren. En lukt dat, dan is het fantastisch. Hè? Dan ga je op een schouders bij wijze van spreken en verlies je. Ja, dan is het niet slim geweest. Ik ken er ook nog een, Jan. Gien Gerop. En ging klei, op is op en wij is wij. Ja, en een puntige medebeurs in. Dat moet je er achteraan zetten. Jan, hele plezierige pot. Oké.
hoort de speaker zeggen. De beide ploegen komen het veld op. En weer met die schitterende ambiance. Vuurwerk. Heel veel publiek. Ik schat het nu al ongeveer op zeker zo'n 1200 tot 1500 man. Kan misschien nog wel meer bijkomen. Eén ding wil ik u zeggen. Ik zal ze nu dan ook contact hebben met de radio. En dan moet u niet in de huiskamer zeggen als u de samenvatting aan het kijken bent. Ja, maar dat kan ik toch wel zien. Want ik ga natuurlijk dan wat sneller praten. En ik moet dan de bal echt volgen en alle spelers noemen. Maar u zult dat ongetwijfeld begrijpen. Heb ik geen radiocontact, dan ben ik de rust zelf. U kent mij. En de wedstrijd is begonnen. Smits namens Harkemaanse Boys in balbezit. Passeert daar Maurice de Ruiter. Neemt gelijk initiatief. Maar DVS kan overgenomen. Daniel van Warffen komt daar net even wat te laat. Maar deze paas van Harkema die komt niet aan. Maar toch wel balbezit voor Harkema. In dit geval de nummer 8. Mousliou was dat. Maar de bal is alweer over de zijlijn. Harkema mag gaan ingooien. Komt ongetwijfeld het eerste dode spelmoment. En daar zijn ze heel erg goed in. Komt hij? Hoge bal. Maar Christian van der Kamp is weer meegekomen. Teamplayer van Jawelste. Zowel voorin als achterin. Sleurend, koppend, et cetera, et cetera. Hij is ook meegegaan met de nummer 4. Die kopte daar door. En die nummer 4, dat is natuurlijk Erik Jongeling. Dit gaat toch een hele opwindende pot worden, hoor. Want beide ploegen gaan er helemaal voor. Het scheidsrechter laat dit doorspelen. Maar laat dit doorgaan. Maar het leek mij een overtreding op Maurice de Ruiter. Maar goed, ook Sorkan die heeft er nog eventjes over met de scheidsrechter. Maar hij geeft toch een vrije trap aan Jongeling. In dit geval Harkemaanse Boys dus. Stand hier na 7 minuten spelen. Dus nog steeds 0-0 met wel Harkemaanse Boys met een heel goed begin. De man die het Maurice de Ruiter zo moeilijk mogelijk moet gaan maken, Schotanus. Schotanus, mooie bal er tussendoor, maar toch een prooi voor DVS. Yassin Koert met zijn verfijnde zaalvoetbaltechniek. Dat kan hij echt heel goed deze situaties oplossen. En ook Joran van Zanten doet het meer dan voortreffelijk ten opzichte van Schokker. Nu Jerel Poot geeft de bal mee. Oh, dat is een duidelijke overtreding en een gele kaart. Natuurlijk, de eerste gele kaart, die komt eraan. Daar, en voor wie is dat? Dat is, dacht ik, voor Dijk. Joran van Zanten natuurlijk mee. Maar koppend heeft Harkemaanse Boys ook wel het een en ander daar in die verdediging, hoor. Daar komt die bal daar, van Okan Sojkan. Komt-ie? Ja, hij zit erin! Jongen! Ja! Oh, ho, ho, ho! Wat een begin! Wie krijgt hem? Ik denk dat Okan Sojkan hem gewoon regelrecht erin heeft gekruld. Iedereen sprong wel, maar ja, Okan Sojkan die krijgt hem rechtstreeks vrije trap erin. 1-0 voor DVS 33. Jongen, wat een begin. Ja, beste mensen, DVS 33 Ermelo op voorsprong 1-0 door nummer 17. Okan Sojkan. Ingooi DVS. Maurice de Ruiter. Roland de Vries. Ook daar komen ze niet aan. Maar Edmund Mijnheer reageert daar heel goed op. En daar misschien wel een mogelijkheid voor Daniel van Warmen. En oh, die schiet die bal maar enkele centimeters rakelings naast de paal. Dit kan hij. In één keer die bal even laten stuiten en daarna vervolg vol op de wreef. Prima moment van Daniel van Warffen. Wat een opwindend begin van deze wedstrijd. 12 minuten gespeeld, stand 1-0 in het voordeel van DVS. Geen moment zal de ploeg van DVS rust gegund krijgen.
Als mensen aan mij vroegen van, nou, wat wordt het? 4-3. Zo'n wedstrijd. Wat een schitterend doelpunt hier van Harkemaarse Boys. Wat een prachtig schot. Vanaf, ook een metertje of 25. Wie zal dat zijn? Wie zal dat zijn? Eén borrel van Florijn. Ik denk dat het Bolt is of zo. Geen idee. Even kijken. Kleine speler. Draai eens even om. Heb ik het goed gezien? Inderdaad. Bolt. De nummer 15. Prachtig schot. Even de ruimte gekregen. Stand hier dus 1-1. Nummer 15. Raymond Bolt. Daan Huiskamp. 24 minuten gespeeld nu. Ook een opwindende tussenstand daar in Wezep. Heel vreemd. Maurice de Ruiter die daar toch overtreding inderdaad van Jongeling. Legde de hand toch een beetje vervelend in de nek van Christian van der Kamp. Bal snel genomen. Ook aan Sorkan. Maurice de Ruiter. Maurice, maar leidt daar balverlies. Ja, ze kennen het gevaar van DVS. En daar vlagde de grensrechter voor buitenspel van Heine Uldriks. En mag DVS een vrije trap krijgen. Als DVS 33 hier met dit spelbeeld en met een gelijkspel wegkomt, zou ik bijzonder tevreden zijn. Moet die tussenstand daar in Wezep ook wel gelijk blijven natuurlijk. Hè? Dat lijkt me wel een noodzaak. Maar Harkemaarse Boys voorlopig toch wel hier de... Beste ploeg nu. Misschien DVS wat te snel uitkomt. Nee hoor, weer Harkemaarse Boys. Maar daar is een foutje van de aanvoerder van Klaas Schotanus. En die gaat hij zo snel mogelijk willen verbeteren zichzelf. Daniel van Warven, maar die raakt de bal. Oh, dan kan ook Assoikan toch gewoon doorgaan. En wat gaat hij doen? Oh, een slappe, net iets te slap schotje voor keeper Jansen. Maar dat was toch een geheide kans, een schotkans. Ongeveer op een metertje of 17 afstand. Eigenlijk door een misverstand in de verdediging van Harkemaarse Boys. Dat is het enige zwakke punt van de Harkemaarse Boys in het centrum. Daar kunnen ze nog wel eens een keertje doorheen combineren, DVS 33. Maar vooralsnog hier de stand 1-1. Toch wel een terechte tussenstand in Ermelo tussen DVS 33 en Harkemaarse Boys. Mooi, driehoekje. Maar ook daar weer, bovenop Jesse. Goed reageren, goed anticiperend. Anders had DVS gevaarlijk kunnen zijn. Ook aan Sorkan. Ook aan naar Yasin Koert. Altijd storende jongens van Harkemaarse Boys erbij. Joran van Zanten, Ali Akla. Joran, nou, nu Jerel Poot. Jerel Poot is daar definitief weg. En hij gaat door. Hij gaat zijn strafgebied in. Wat gebeurt er? Een penalty. Ja, ja. Een penalty. Overtreding van Erik Jongeling. Maurice de Ruiter staat natuurlijk weer klaar. Ook de keeper van Harkemaarse Boys weet echt wel hoe Maurice over het algemeen een penalty neemt. Die zal zo lang mogelijk wachten. Komt die aanloop van Maurice de Ruiter. Hij kijkt naar de keeper. Stopt. En paast weer. Ja hoor. En die keeper trapt er gewoon weer in. Het is toch ongelooflijk. Wat kan die jongen dat toch heerlijk, hè. Zo mooi. Zo bekeken. Zo prachtig. Ja. Oh jongens in de studio. Kom op. Ja, het is natuurlijk weer feest. Hier 2-1, doelpuntrijke eerste helft mag je wel zeggen. Nogmaals, zo'n stand als 4-3, dat zit er gewoon in deze wedstrijd. Volkomen terechte penalty. Mooie individuele actie, Gerald Poot. 2-1 voorsprong, DVS 33. Die bal van Roland de Vries. En oh, wat gebeurt daar? Jongen, bijna via de voet van Ali Akla. Die zag die bal natuurlijk ook niet echt aankomen. Maar Ruus de Ruiter zegt tegen Ali Akla, liet hem expres gaan. Maar ja, heel onverwacht kwam die bal dus tegen de scheenbeen van Ali Akla. En zo net naast het doel. Het had zomaar de 3-1 kunnen betekenen. Weer een vrije trap. Een mooie vrije trap van DVS. Nu Harkemaarse Boys weer in balbezit. Komt er weer een lange bal in de richting van Uldriks. Uldriks daar met... Het moet mij neer erbij, maar ja, die granietenverdediger die weet van geen ophouden en opgeven. En die plaatst de bal over de zijlijn. Maar daar komt weer ongetwijfeld weer een hoge bal in de richting van Uldriks. In de richting van, daar staat hij weer, Jongeling. Komt die bal, wordt doorgekopt en gaat er allemaal gebeuren?
Heel opwindende taferelen toch. Weer een bal. Allemaal hoge ballen voor de pot van DVS. Terwijl het doelpunt gek genoeg via een strak schot werd genoteerd. En nu een vrije trap in het voordeel van Harkemaarse Boys. En nogmaals in deze zeer opwindende pot die nu al 37,5 minuut duurt. En waarvan de harten behoorlijk harder gaan kloppen en ook sneller gaan kloppen. Want het is echt opwinding al. Zo hoort voetbal gespeeld te worden. Echt werkelijk met de wil om te winnen. Beide ploegen doen dat. En DVS heeft het er nogmaals het moeilijkste mee hoor. Staan wel met 2-1 voor. Maar jongens, wat gaat hier allemaal gebeuren? Oebele Schokker, ja natuurlijk, vrije trappenspecialist. Ik zie die bal al bijna in die rechterbovenhoek zitten. En ik hoop dat Daan Huiskamp het ook kan zien waar die bal naartoe gaat. Oebele Schokker, die kan dit, dames en heren. Hoor. Een behoorlijk pittige muur van DVS. En Uldrik staat daar lekker een beetje te duwen. Waar gaat die bal naartoe? Waar gaat die bal naartoe? Yassin Koert, die daar de bal wegtrapt. En ja, DVS zal werkelijk de teamgeest enorm nodig hebben in deze wedstrijd tegen Harkemaarse Boys. Die er nogmaals zeer veel energie in pompt en gooit. En DVS 33 weer terugdrukt. Want ze willen gewoon met de rust weer op 2-2 zien te komen. En daar een overtreding van Uldriks ten opzichte van Edmund Meijner. Edmund Meijner die tot nog toe die eerste 38 minuten ook weer als een jonge god staat te verdedigen daar achterin. Die werkelijk met de inzet van alle krachten die er nog in zijn lichaam zijn. Alle ballen weg pompt. Al die hoge ballen met name ook. En ja, daar heeft Uldriks het natuurlijk ook wel moeilijk mee. Maar het moet natuurlijk ook wel moeilijk met die Uldriks. Dus wat dat betreft toch een hele interessante pot om naar te kijken hoor. Echt geweldig. Joran van Zanten staat altijd goed opgesteld. Weer een lage bal. Toch weer net goed aangeraakt Edmund Meijner. Christian van der Kamp. Christian van der Kamp. Oh, op vechtlust weet hij toch in balbezit te blijven. Nou nu, ook aan Sorkan. Hier aan de linkerkant. Daniel van Warven, ja, de grensrechter vlagt voor buitenspel. En dat zal het ook waarachtig wel zijn. Inderdaad, buitenspel. Nu, de balbezit. Harkemaarse Boys. Maar Yassin Koert zit er goed tussen. Ali Akla. Ali Akla met Christian van der Kamp. Christian van der Kamp. Stuur Ali Akla weg. Ali Akla. Niet in buitenspelpositie. Kan hij daar de wedstrijd beslissen? Nee. Oh, dat doet hij niet. Oh, jongens. Ik zeg de wedstrijd beslissen. Maar die is natuurlijk dan nog lang niet beslist. Maar DVS zou zomaar op 3-1 voorsprong hebben kunnen komen. Even dacht ik van, Ali Akla die versiert daar een penalty. Maar nee. Oh, deze had hij even moeten afmaken. Ook hier weer een actie van DVS. Eigenlijk vanuit een counter. Goed uitgespeeld. En Ali Akla bijna de 3-1. Stand hier vlak. Nu. In de rust 2-1 in het voordeel van DVS. En we hoorden net van de speakers dat er om en nabij 3000, hij had het zelfs over 3300 toeschouwers hier aanwezig zijn. Dat is een record voor dit seizoen. Dat tekent natuurlijk ook het belang van deze wedstrijd. Ook supporters uit Harderwijk. Die waren natuurlijk altijd al welkom. En ik ken supporters die komen gewoon even graag naar DVS kijken. Want die vinden het voetbal zo leuk. Maar Harkemaarse Boys die vinden het niet zo leuk. En die pompt daar toch zoveel energie en kracht in. Dat DVS 33 toch een pittige eerste helft heeft gehad. Boeijers gaat dat doen. Wederom hoge bal. DVS verdediging kan zich erop instellen. Doet dat dan ook. Daan Huiskamp, die... Oh. Daan Huiskamp, die laat die bal daar los. In de wedstrijd van het jaar. Daan Huiskamp, die zoveel goede momenten heeft gekend in zijn carrière. En ook deze competitie, zo goed kipt. Maar hij laat de bal daar los. De bal die waarschijnlijk een beetje glad geworden is, ook door het sproeien. Komt-ie, wie komt daarbij? Edmund Meijner kan nog bij die bal komen. Tikt hem op Okan Sojkan. Okan Sojkan naar Edmund Meijner. Edmund pompt hem weer het strafschopgebied in. En wie? Oh, nou, toch een aardige poging hoor van Christian van der Kamp.
die zijn lichaam, die niet zo vreselijk lang is, toch nog wat langer wist te maken dan iedereen dacht. En toch nog die bal op een redelijke manier op doel wist te krijgen. Joran van Zanten staat alweer op zijn plekje. Christian van der Kamp, Edmund Mijnheer, staat er ook in het strafschopgebied. Komt daar de aanloop? Ook aan Soykan. Komt-ie? Nee. Nu is deze bal toch net even iets te scherp. Ja, wel inlopende spelers, dat is natuurlijk prima. Beweging maakt nu Harkemaanse Boys. Gaat daar weer proberen gevaarlijk te worden. Bakuna, een mooi paasje naar Dijk. Maar daar zat een DVS ertussen. Daar komt... Oh! Die bal die komt maar net naast. Dit was het moment voor Oebele Schokker om de beslissing hier in deze wedstrijd te brengen. En wij gaan kijken naar de ingooi van Roland de Vries. Naar Joran van Zanten. Wordt natuurlijk gelijk gestoord door Bakuna. Hoge bal in de richting van Mike Arends. Mike Arends! Oh! Hij schiet via de keeper over. Hoekschop voor DVS. Opeens ontstond daar een mogelijkheid voor Mike Arends. Kies een hoekje en het is voor de bakker. Maar recht op de keeper af. En via de keeper eroverheen. Nu, corner. Mike Arends. Wie staat daar? Joran van Zanten. De bal wordt weer door een van de Harkema-spelers. Ik dacht of Jongeling of Schotanus. Over de achterlijn gekopt. Zodat DVS 33 weer een corner krijgt. Mike Arends, wederom. Een indraaier. Komt-ie. Hoog voor de pot. Ja! Edmund Mijnheer! Wat is dat mooi! Wie anders dan Edmund Mijnheer? Die... Oh! Hier wacht hij het hele seizoen al op. Wat een schitterende kopbal van Edmund Mijnheer. En zie zijn gezicht. Zie zijn geluk. Dit is echt heel mooi. Hier geniet hij enorm van. Jongen. Ook een prachtige aangesneden corner van Mike Arends. Kijk. Hij balt zijn vuist naar het publiek. Hier heeft hij alleen maar van gedroomd. Ik weet zeker dat hij vannacht om 3:45 wakker is geworden. En dat hij toen dacht, ja, op deze manier ga ik de wedstrijd beslissen. Wie weet. Maar Harkemaanse Boys die gaat gelijk weer het initiatief nemen. Die heeft een hekel aan verliezen. Ja, daar toch een overtreding van Okan Soykan. Hij is er niet mee eens. Maar ja, 25 minuten zijn er gespeeld. Nog 20 minuten te gaan. In deze bijzondere wedstrijd. Waarvan ik de eindstand 4-3 heb voorspeld. Of 3-2. Nou, inmiddels is het dus gewoon 3-2. Komt daar ongetwijfeld die bal hoog. In het strafschopgebied. Heel veel beweging bij die spelers. Heel veel beweging. En komt hij? Oh, ja, hij gaat erin. Ja hoor, het is gewoon 3-3. Daar zag de DVS-verdediging weer eventjes niet goed uit. Wat een opwinding hier. Op het sportpark bij DVS. Oh, bijna Maurice de Ruiter. Met een werkelijke enorme sprint probeerde hij nog net aan die bal te komen. Had hij hem te pakken gehad, was hij er voorbij gegaan. Overtreding denk ik, ja. Nee, de scheidsrechter laat gewoon doorspelen. Hey, ik dacht dat dat toch een duidelijke overtreding was. Nu een mogelijkheid misschien van DVS. Daniel van Warven. Bal aan de voet. Daniel van Warven. Oh, wat een enorme knal van Daniel van Warven. Dat kan niet. Ja, het voetbal is niet altijd even ragfijn. We hebben natuurlijk veel mooiere wedstrijden gezien van DVS. Maar hier wordt strijd geleverd. En ook dat blijken ze te kunnen. In samenwerking met het gewone mooie combinatievoetbal wat ze in zich hebben. Moeten ze nu echt ook werkelijk volledig aan de bak. En ze zullen ongetwijfeld morgen geen meter meer kunnen lopen. En die bal die komt niet bij Jordi van Grovenstein. En Harkemaanse Boys kan weer over gaan nemen. Het kan alle kanten op. Het kan 4-3 worden voor DVS. Maar ook 4-3 voor Harkemaanse Boys. En dat is ja, die enorme spanning die er is. En daar komt Hein Ulrichs. En nog een keer Hein Ulrichs. En wat gaat hier gebeuren? Harkemaanse Boys gaat er nu toch met de poet vandoor. 4-3. Tuurlijk, je kon erop wachten. Ik zei het. Het wordt of 4-3 voor DVS of het wordt 4-3 voor Harkemaanse Boys. Jongen. Wat is dit dood en doodzonde. Maar ja, Hein Ulrichs moet je zulke ballen niet geven. En ja, via in de kluts kwam die toch dus in bezit van Hein Ulrichs. En die beslist hier waarschijnlijk de wedstrijd. Het is hier gewoon dus 4-3 geworden voor Harkemaanse Boys.
Dat helpt ook niet zo heel erg veel. Stand dus nog steeds die 3-4, die hatelijke 3-4. Jongen, 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 zijn we er toch ingetuind. Herman Kuiphoff, ik zeg het nogmaals een keer. 3-2, iedereen dacht, jongens, de kat in het bakkie. We gaan hier een enorm feest vieren. Maar dat is er niet van gekomen. Stand dus nog steeds. Ja, ik weet niet of er nog een andere verslag hebben. Maar de scheidsrechter fluit hier voor de allerlaatste keer. We hebben gekeken naar een werkelijk ongelooflijk opwindende pot voetbal tussen DVS 33 en Harken Maassenbosch. Die uiteindelijk denk ik toch ook wel gewoon terecht door Harkema met 4-3 is gewonnen. Harkema wat in zijn kracht is blijven voetballen. En als ik het woordje kracht noem, dan bedoel ik ook kracht. Want er zit heel veel kracht. Er zit een hele goede wedstrijdinstelling in deze ploeg. En daarmee hebben ze onder andere ook de finale van de beker, van de districtsbeker bereikt. Waar ze moeten spelen tegen Staphorst, dacht ik. En dat is al een geweldige prestatie. Maar nu ook in Ermelo met 4-3 van DVS winnen. Dan heb je het heel goed gedaan. Na deze wedstrijd aan kop. In de hoofdklasse C, DVS 33 en Harken Maassenbosch. DVS volgende week uit naar Urk. Harken Maassenbosch heeft het zo op het oog makkelijker tegen Flevo Boys. Maar je weet het maar nooit. Die zenuwen die zijn... We hebben vandaag een zeker voor het onafhankelijke publiek een ongelooflijk opwindende pot voetbal gezien. Met een eindstand die je ongeveer kon verwachten. Beide aanvallen zijn behoorlijk sterk. En dan is 4-3... Ja, wel een uitslag die je zou kunnen verwachten. Maar het is in het voordeel van Harken Maassenbosch. Daar ben je niet blij mee, Edmund. Nee, zeker niet. De huilen samen ook nader dan het lachen, uiteraard. Maar dit is wel heel triest en heel sneu. Hoe in de eerste helft bracht Harkema jullie diverse malen toch behoorlijk in moeilijkheden. Mede door hun kracht, hè, denk ik, Daniel. Ja, fysiek sterk op ploeg. En ze leunen veel op een lange bal naar die spits. Dan proberen ze aan te sluiten. Nou ja, dat hebben we in principe hebben we dat nog wel goed tegengehouden, vond ik. En ja, dan moet je in principe moet je het vlak voor rust moet je gewoon 3-1 maken. En dan is het voor mijn gevoel zijn ze dan zo kapot. En dan maak je het graf in de tweede helft. Dat is een cruciaal moment gebleken. En de bleken nog meer cruciale momenten te zijn. Want toen 2-2, toen ik dacht dat jij met die ongelofelijke granieten kop van je die bal in het doel plantte. Dacht ik, nou, zijn droom komt uit. 3-2, kat in het bakkie. Ja, ik had echt op dat moment het gevoel dat ik de winnende ging maken. Maar binnen een minuut lag hij alweer aan de andere kant. Ja. En hoe kwam zo'n doelpunt tot stand? 3-2 voor. Meer de euforie of zo? Jongen, de tegen goal bedoel je? Ja, die 3-3. Door de euforie van 3-2, het gelukzalige van 3-2? Ja, misschien wel. Dat hoor ik net aan de kant ook wel. Dat misschien ben je nog wel in je geluk ben je bezig. Maar van mij dat Christian net onder de bal doorkopte en hij was er eerder dan mij. Dus ja, het is gewoon echt. Piet, jongen, ik ben zo teleurgesteld. Dat denk ik niet vaak. Meestal kan ik na een wedstrijd wel snel een verloren wedstrijd wel snel vergeten met deze. Je had gewoon nou 4 echt met de slingers en bier en weet ik het, kon je nu op veld staan. En dat is in één keer voorbij. Hoor. Dat voelt echt zo erg kloot. Hè? Dat is inderdaad. Edmund, ik leef helemaal met je mee. En als verslaggever had ik het er ook verschrikkelijk moeilijk mee. Diverse spelers hadden het er ook lichamelijk behoorlijk moeilijk mee. Want deze wedstrijd vergt natuurlijk wel ontzettend veel van jullie. En het is maar de vraag of je dat daar volgende week weer overheen bent. Ja, natuurlijk. Weet je, iedereen die had al deze wedstrijd in zijn kop zitten. En iedereen, ja, het zat allemaal goed bij ons. En iedereen ging er ook vol voor. Niemand die verzaakt ook. Nou, dat kunnen we ons dan zelf niet verwijten. Maar ja, als je dan achteraf hoort dat WSC dan gewonnen heeft van Excelsior, dan is het zo zuur dat je dan hier verliest. Dat is ongelooflijk, echt. Alle kopjes moeten weer naar volgende week, Edmund. Ja, op Urk, zeggen ze dan. Dus en dan snel rekenen winnen. Urk heeft vandaag gewonnen? Weet ik niet. 1-0 van mijn voorbij Staphorst dat ik dat wel meegekregen had. Vervolgens dan hoor je zaterdag aankomen zaterdag op Urk te winnen.
En dan, ja, dan krijg je allemaal een beslissingwedstrijd. En dan hopen dat Flevo Boys zijn plicht doet tegen Harkemaarse Boys. Maar ja, ik denk dat ze weinig kans hebben daar in Harkema. Ja, ja, Piet. Nou ja, ik snap het. Ik snap het. Ga je gauw omkleden. Het moet. Het is vreselijk. Ik kan er gewoon ook om, echt om janken. Jij, ja, je laatste thuiswedstrijd voor DVS. Hè? Oude Cambuur speler. Ja, ik had het graag iets anders gezien. Ik had er graag de laatste wedstrijd met een kampioenschap natuurlijk afgesloten. Nou ja, we kunnen natuurlijk altijd nog naar de topklasse. Je krijgt nog volgende week weer een kans. En die, nou ja, een kans. En ja, hopelijk dat Harkema dan iets laat liggen en wij gewoon winnen. Ja, dan word je alsnog kampioen. Maar ja, het liefste was ik natuurlijk hier gewoon lekker kampioen geworden. Ja. Maar we gaan ervoor, volgende week. En gewoon met de boot terug. Feestje bouwen, Edmond. Want dan worden we kampioen. Nou, daar hou ik aan. Oké. Edmond, oké. Bedankt. Ja.